Daarom had ik dus niks gezegd, omdat ik zelf eerst duidelijkheid wilde hebben. Ben je boos dat ik het heb verteld? Nee, schat, echt niet. Hij moet het ook ergens kwijt. Ja, dat begrijp ik toch. Laura? Ja, kom. Ik moet even naar Mike. Ik was er niet voor je. Lievertje was misschien niet fysiek aanwezig, maar je hebt toch aan me gedacht? Dat is ook wel heel wat. Tiffy vertelde me dat... Ja hoor, wat vertelde Tiffy? Dat ik een laffe zak ben die er niet eens voor zijn eigen kind is? Nee, dat je heel lief bent en dat je ook heel gevoelig bent. Maar dat wist ik natuurlijk al. Ik heb niet zo goed op Wolf gelet. En ik ben naar het ziekenhuis gekomen. Nee, maar ik heb aan Tiffy gezegd dat ik dat ook helemaal niet nodig vind. Ik wilde het niet eens. Nee, maar Nina was er wel voor je. Ja, die wel. Dat kan toch niet? Nina doet het nu allemaal alleen. Maar jullie zijn toch niet inwisselbaar? Nee. Nee, als je wilt shoppen, dan bel je mij. Oh nee, ook daar is Nina goed voor. Maar lieverd, dat jij je zo'n zorgen maakt, dat betekent echt heel veel voor me. Dat vind ik natuurlijk rot voor jou, maar dat zegt wel iets. Dat ik een slapjanus ben. Nee, dat ik belangrijk voor je ben. En dat geeft me kracht, echt waar. Wat de uitslag straks ook is. Dus, jij hebt je aandeel heus wel geleverd. Nou, wanneer krijg je de uitslag? Eind van de week. En wie gaat Nina met je mee? Ik heb het nog niet met haar besproken, maar ik neem aan van wel. Nou ja, ik vind in ieder geval dat je niet alleen moet gaan, dus... Ja, ik wil heel graag met je meegaan, maar ik trek dat gewoon niet. Lieverd. Ik wil ook echt niet dat je meegaat. Jij gaat gewoon thuis zitten en heel hard aan mij denken. Oké? Dat is een bevel. I love you.